Dag Kooiwijzer kijkers, wij zijn in Affligem en ja, het is bekend voor diegenen die het nog niet weten. Dit is de winnaar van de allermooiste kooi in België. De Grand Champion A. Pascal van der Kammen. Pascal, van harte gefeliciteerd nogmaals. Dankjewel. En kun je iets vertellen? Wat voor vis is het? Ja, het is een Kohaku van 91 centimeter. Nu 5 jaar oud. Zelf bij Sakai, bij Kentaro gaan selecteren in Japan. Zelf? Ja, dus hij zit nu een jaartje in de vijver bij mij thuis. Ja. Het laatste jaar is hij nog 4 centimeter thuis gegroeid. Dus hij zit nu op 91 centimeter. Oh, in een jaar 4 centimeter, ja. Op zo'n lengte. En hoe oud is deze vis? 5 jaar. Hè? Vijf jaar? Ja, nog vrij jong. Dat is heel jong. Ja. Dat is heel... En uit welke bak heb je die toen uitgezocht? Bij... Laten we zeggen, hij is die ergens anders gaan halen. Dus dat is niet een lijn van... Okay. Ik heb heel veel mogen zien. Oh, mooi. Ja. En heel... Je beste vis uiteraard. Ja, dat is wel mijn beste vis. Ik heb nog een hele mooie Sankei ook zitten van mij, Sakai. Deze was wel mooi. Hij heeft ook in zijn Champions House nog gezwommen. Ja? Bij de All Japan winnaar. Ja. Nee, ik ken die twee bakken. Dus op YouTube staat er nog een filmpje waar ze tussen zitten. Dat is wel heel leuk. Hè? Oh, nou dan is het zeker een hele mooie. Ja. En dat is ook, die zullen jullie zo wel zien in beeld, voorbij komen hier en daar. Waar zwemt ze dan? Hier in België, hoe groot is die vijver? Ja, ze zwemmen bij mij gewoon thuis in de vijver. Ik heb een vijver van ongeveer iets minder dan 80 kubieke meter. Flink. Ruime filterkamer en er zitten maar een 17-tal vissen ook in. Oké, okay, dat is royaal. Ze hebben voor wel de ruimte. Ja. De ruimte. Ja. En wat voer je ze? Een mix van het voer van House of Kata via Philipskooi en Saki Ikari. Bijna een mengeling. En verwarmt het water? Ja, ik verwarm de vijver. Hoe koud wordt het ooit? Het minimum dat ik laat zakken is 8 à 9 graden gedurende een aantal weken. Oh, toch zo weinig nog? Ja. Ja, dan de rest van het jaar probeer ik het wel hoger te zetten. Hoor. Ja, op? Ja. Gemiddeld toch 18, 19, 20 graden. Ja, oké. Okay, mooi. En hoeveelste Grand Champion is dit voor jou? Dit is voor mij de tweede Grand Champion titel. Waar was die eerste? Dat was in Frankrijk, daar de Grand en Supreme. Ga je nog de grens over naar Nederland? Dat is niet zeker, ik weet het niet, want Frankrijk zijn die twee vissen gestorven, dus het is niet zeker dat ik nog naar het buitenland zal gaan. Nee. Voor mij is het echt een hobby, ik doe ook nog maar 5, 6 jaar shows mee, dus dat is kort. Het is echt wel een hobby. Hoe lang hobby je al, dit, kort? De vijver zelf die heb ik nu 13 jaar. 13 jaar, oké. Okay. En is de Go Sankei je favoriete variëteit? Go Sankei is mijn favoriete variëteit, ja, vooral Kohaku en Sankei. En Sankei, oké. Okay. Ja. Je hebt geen Showas? Ik heb Showas, maar ik zie liever Sankei en Kohaku, maar ik ben wel op zoek naar een goede Showa. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, hoe vaak ga je naar Japan? 1 of 2 keer per jaar. Oh, oké. Okay. Meestal oktober, november en dan soms in maart ook wel eens, maar en dan niet altijd. Naar het zuiden? En vaak is het inderdaad bij ons naar het zuiden dat we gaan, eerder dan. Oké. Okay. Nou ja, misschien zien we elkaar dit jaar, eind van het jaar. Wie weet. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Met een mooie overwinning. Dankjewel, we zijn er blij mee. Kijkers thuis, geniet echt van deze vis. Want dit is uiteraard de mooiste van de show, maar echt de mooiste. Kijk maar naar de huidkwaliteit en goed, de rest, Beni, Shiroji, noem maar op. Dankjewel. Het is toch onvoorstelbaar dat dit een vis is van 5 jaar oud. Bij Sakai nog in de Champions House gezwommen. Tussen al die andere reuzen voor de All Japan. Een quasi Maroute zit nog vast. Op patroon richting de schouder. Een terechte winnaar. God, wat moet dat worden als je op... 86 of wat is het, 87 centimeter. Vorig jaar nu naar 91 centimeter gaat. Dan is deze nog niet klaar met uitgroeien en die staart aanzet. Ongelooflijk dik. Het zijn vissen zoals je ze wil zien. Ook voor thuis, hoeft niet per se mee te doen aan shows. Maar als je zo'n vis hebt, vind ik wel dat hij naar de show moet. Prachtig. Ja, en als je ooit twijfelt over wat nou een goede bouw is van een vis, de torpedovorm, nou, dan vind je dat hier zeker terug. Bekijk de belijning als de vis toevallig met de kop recht op je afzwemt. Appelwangetjes. Nou, wangetjes.
wangen, zeg maar. En die Sanke zit erbij voor gezelschap, die Doitsu. De vissen hebben het gauw eenzaam. Na een paar weken alleen is het zeker niet goed voor een vis. Nu gaat het hier over één overnachting. En vanmiddag mag ze alweer terug naar huis. Bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende keer.